is het tof dat jullie kijken naar de Q&A. Super tof dat jullie allemaal zijn. We gaan natuurlijk een paar vragen beantwoorden die jullie natuurlijk in de vorige video, waar ik de Q&A eigenlijk aankondigde, allemaal vraagjes achter hadden gelaten. En ik heb er super veel binnengekregen. Ik kan ze natuurlijk niet allemaal doen. Ik heb er gewoon ik heb de 13 uitgekozen, zie ik hier staan. Dus ja, we gaan gewoon lekker beginnen. Let's fucking go! Zullen jullie waarschijnlijk iets van een leuke gameplay zien? Dat weet ik veel. Ik weet niet welk spel. Maar laten we beginnen met de eerste vraag. De eerste vraag is van Xerox Dutch, a.k.a. Aldo, die wel een keer in mijn video heeft meegedaan. Hashtag AskGamesForReal, als er geen YouTube was. Geen Twitch. Helemaal niks van dat soort platformen. Wat was je dan aan het doen? En sowieso, je bent gewoon een beast. Man, blijf het doorzetten met YouTube kanaal. Hashtag GamesForReal Army. Thanks ouwe, super tof voor je vraag Aldo. Als er geen Twitch of YouTube was, dus dat ik mijn video's helemaal niet kon plaatsen, ging dus eigenlijk niet kon opnemen en zo. Oh, ik denk dat ik dan gewoon aan het gamen was. Gewoon voor mezelf met vrienden. Ja, dat is wel kut eigenlijk. Ja, ik weet het niet. Op Insta kan je het ook wel posten, maar ja, dat is zeg maar een beetje ruk. Ik weet het niet. Ik had misschien eerst gezocht naar een soort van vervangingsplatform, maar je hebt gezegd niks van dat soort platformen, dus ik denk dat ik gewoon aan het gamen was en dan dat. Ja, ik denk dat ik gewoon aan het gamen was. Op naar de volgende vraag. De volgende vraag is van Jens Waasdorp en hij vraagt: wat ging er door je heen toen Jan bij je stream kwam? En dat was heel super awesome, heel super awesome. Dat was echt ziek. Ik dacht van, is dit een fake? En toen zag ik het vinkje natuurlijk. Het vinkje staat voor dat je geverifieerd bent door YouTube. Dus dat je gewoon een professionele YouTuber bent, zo kun je het gewoon zeggen. En ik dacht van, holy shit, wat meen je dit? Serieus? Jan is het gewoon. En ja, we hadden gewoon een soort van chill gesprek. Jan typte wat en wij zeiden weer iets. Het was gewoon super chill. Jan, en daarna hadden we toch ook wat gedoneerd bij hem. En toen kregen we weer reactie. Ja, we hadden live misschien gedaan. Dus Jan, super awesome baas. Oude thanks dat je natuurlijk bij de 12 uur stream kwam. En ja, ik vond het gewoon super awesome. Wat er me door de heen ging, weet niet. Ik werd heel erg, hyper gewoon. Ik moest nog 2 uurtjes en die haalde ik makkelijk. Ik was nog langer niet moe, dus Jan had me zeker geholpen dat hij daar ook nog bij kwam. En toen gaf het zo'n boost gewoon nog. Ah, weet je, ik had het makkelijk gehaald. Thanks voor je vraag, Jens. Volgende vraag is van Sammy2310. Hij vraagt hashtag Q&A, wat is je lievelingsspel en wat vind je daar het leukste aan? Op dit moment is denk ik mijn lievelingsspel GTA. Ik heb het best vaak gezegd, ook in streams en zo. Dat komt puur omdat je zoveel kan doen. Kijk, Call of Duty, je schiet en je moet natuurlijk, je hebt verschillende game modes. Je kan pakjes halen, supply drops openen. Maar GTA is zo'n open wereld. Je kan van alles doen wat je natuurlijk in het echt eigenlijk niet kan doen. Je kan niet een auto jatten, iemand. Oké, het kan wel allemaal, maar het is niet voor de hand liggend. En ja, ik vind het gewoon super als je kan vliegen, je kan racen, je kan missies doen, je kan schieten, je kan auto rijden, je eigen auto tunen. Een soort van een leven, maar dan in een videogame die je helemaal kan doen. En ik vind dat super tof. En daarom vind ik dat natuurlijk ook super als een spel. Puur omdat je het ook met veel mensen kan doen. Dus thanks voor de vraag. Stop. De volgende vraag is van N. Nathan. Welke kot vind jij het best? En op dit moment zijn er natuurlijk zoveel kots uitgekomen. Ik heb zelfs gewoon een paar gewoon niet meegemaakt zelf. In 2002 was ik geboren. En volgens mij, oh, daar heb ik wel bijna alles mee. Volgens mij was in 2003 of zo de eerste Call of Duty. En ik heb die niet gespeeld. Ik heb echt pas op mijn, wat zou het zijn, 10e überhaupt gaming gezien. En ik denk wat op dit moment mijn favoriete COD is: Black Ops 2, MW3. Eén van die twee. Want ik vond dat MW3, heel veel mensen vinden dat natuurlijk een rukspel met allemaal gekke perks, wat kut is, Martydom en zo bijvoorbeeld. En weet ik veel, de ACR en de NPC die overpowered waren. Maar ik vond het gewoon een super tof spel. Ik hou van, wat zou het zijn? Oorlog met wapens van nu, van deze tijd. Gewoon dat het echt realistisch eruit ziet. Met dat springen was het toen allemaal nog niet. Dus ik vond het super awesome. Je had gewoon echt de AK, zoals de AK ook was. De, weet ik veel, wat zou het zijn? Alle pistols die in het echt ook bestaan. Ik vond het super tof. En ik denk dat ik, ja, daarom voor MW3 ga. Maar Black Ops 2 is gewoon net zo, ik vind het net zo leuk spel. Dus gewoon, weet je, ik kan eigenlijk niet kiezen. Maar als ik moest kiezen, ja, toch Black Ops 2. Daar heb ik de meeste tijd in gehad. Dat was gewoon master precies. En dat was bij MW3 allemaal niet. En ja, dan ga ik toch voor Black Ops 2. Puur omdat het gewoon zo, ik heb er zoveel fun van gehad. Thanks voor je vraag, Nathan. De volgende vraag is van Joas Broekman Q&A. Als je 1 miljoen euro had,
Zou je dan dat voor YouTube uitgeven of niet? 1 miljoen euro is fucking veel geld. Weet je, aan YouTube kan je nog. Je kan het zelfs aan YouTube uitgeven en nog bewaren. Wat ik als eerste zou doen, is mijn hele kamer hier helemaal omgooien. Echt. Van alles gaat er in en eruit. En hoe heet dat? Ik ga gewoon eerst mijn setup echt ultimaal maken. Gewoon gekke monitoren. Misschien zelfs daar nog twee. Ik zit trouwens in een hoek. Dus dit is nog een bureau. Dit is een hoekbureau. Dus dan dacht ik misschien twee beeldschermen in de hoeken. En dan drie hier. En dan weet ik veel. Allemaal studio foam, weet je wel. Dat zou me echt ziek zijn. Gewoon een fucking gekke setup. Sowieso ook mijn pc veranderen natuurlijk. Zodat ik ultieme setup heb voor natuurlijk YouTube. Om gewoon videos te maken. Nog betere kwaliteit. Geen lag, geen render. Dat het zo tyfus lang duurt. Dus ik zou het sowieso aan YouTube uitgeven. Maar ja, wat zou het zijn? Die prijzen natuurlijk een goede pc. Dat kost wel een paar duizend euro. Weet je, het kost meer dan 20.000 euro, denk ik, deze hele kamer dan te verbouwen. Ik weet het niet zeker, ik gok maar wat, maar dan heb je nog zat geld om het aan andere dingen uit te geven. Dus ja, op zich, eerst aan YouTube en dan bijvoorbeeld aan rijbewijzen, dit en dat huis misschien, weet ik veel, als ik 18 of ouder ben. Dus ik denk zo weer vraag, Joas. De volgende vraag is van Nautiboy12325. Hoeveel Atominizers heb jij gehaald? En een Atominizer strike is eigenlijk een 25 gun streak in, natuurlijk, Infinite Warfare. En ik heb er al best wel wat gehaald. Ik denk dat het nu rond de 45 is. Ik speelde niet echt voor, maar ik haal best wel vaak. Als ik gewoon even denk van, hey, we zitten dan op mijn streakje, laten we even doorgaan. Dan heb ik hem meestal wel. En ja, rond de 45, maar ik speelde meestal niet voor. Ik speel meestal gewoon voor de lol. Dus bedankt voor je vraag, Nautiboy. We zijn bij de volgende vraag aangekomen van Luca de Gamer Q&A. Wat is je droom op YouTube? En ik denk dat het een beetje gaat om de abonnee-aantal, de views, de likes wat je zou krijgen. En mijn droom is natuurlijk zo hoog mogelijk, weet je. Maar ik weet niet of het voor mij haalbaar is of het ooit gaat lukken. Maar mijn soort van doel van nu is sowieso de 10k. We zitten nu op, wat zal het zijn, 6500 abonnees. Ja, dat is een insane getal. Het is echt, het gaat niet normaal. Het is echt zoveel mensen zijn op mij geabonneerd. En ik vind het super awesome, jongens. Thanks daar natuurlijk allemaal voor. En ja, mijn droom is natuurlijk zo'n hoog aantal abonnees. Om nog meer mensen te ontmoeten. En gewoon gek, een gek kanaal neer te zetten. Ik ben echt super tof. Maar mijn doel van nu is de 10k abonnees. De 10k, het is gewoon een rond mooi getal. En ja, we zijn er naartoe aan het werken, dus super tof. Vergeet zeker te abonneren als je het nog niet had gedaan. Dus ja, dan gaan we naar de volgende vraag. De volgende vraag is van Runaway Gaming Run. Sorry, ik spreek die R altijd soms raar uit. Dat vind ik grappig. Nou. Dylan, was je direct gegroeid toen je begon of niet? Waarschijnlijk met YouTube, nee. Als je misschien een beetje in de video van oude videos heb opgelet, dan hoor je me ook zeggen van 800 subs, dit en dat. Toen ik een kanaal begon, deed ik het samen nog met mensen. We hadden natuurlijk in de klas gezegd van, hey, check ons kanaal dit en dat. Nou, wat zou het zijn dat we ongeveer 20 abonnees erbij kregen? Dus we begonnen eigenlijk met 20 abonnees. Met echt rukvideo's, met echt de grootste kwaliteit ooit. Maar uiteindelijk, ja, het ging vanzelf, weet je. We ontdekten dat de Elgato bestond. Dus we namen een capture card. Ik had eerst daar nog een HDPVR. Dat is echt een doos gewoon, met tering veel kabels. En we namen daarmee op PlayStation 3 games. Eerst nam ik natuurlijk op gewoon met mijn iPhone 4. Mijn beeld van mijn tv toen, waar ik toen op gamede. En dat was de content dat we toen maakten. En het groeide eigenlijk voor geen zak op een of andere manier. Toen we ja, een soort vlogachtig deden. We gingen een beetje praatvideo's maken. Toen groeide dit echt hard. We waren echt een praatvideokanaal met challenges en dat soort dingen. En ja, toen ging de 100 en toen ging het steeds verder. Toen ging Rick natuurlijk stoppen en toen heb ik het overgenomen. En nu heb je er nu één gag game kanaal van gemaakt met 6500 abonnees. Super thanks jongens, het betekent echt veel voor me. Ik heb echt in al die jaren echt gekut gehad. En ja, mijn YouTube was gewoon stoffie. Was mijn uitlaatklep. Gewoon, weet je, ik kon hier mezelf zijn. Ik kon doen wat ik zelf leuk vond. En je kon je eigenlijk zelf presenteren zo van, hé, ik ben dit, ik doe games en hopelijk vinden jullie mijn video's leuk. En naar de support scene is dat echt super awesome, jongens. En ja, ik wil jullie daar super hard voor bedanken. Dat meen ik serieus, dat is echt waar. Runaway, thanks voor je vraag. De volgende vraag is van It's Levy. #Q&A, wat zou je nog aan je setup willen veranderen? Op nummer 1 staat natuurlijk
Ja, ik heb als doel in de streams natuurlijk mijn microfoon. Die heb ik bijna bij elkaar, maar als ik echt iets moest kiezen en ik had het geld daarvoor gekregen, sowieso mijn PC. Je hoort hem waarschijnlijk nu ook al blazen. Dat ding is gewoon, weet je, het is hoe oud dat ding zijn, ik weet niet, 2 jaar misschien, iets minder, I don't know. En dat is natuurlijk niet heel erg oud, maar weet je, iedereen is er wel een keer aan verbetering toe om, weet je, ik word nu wat groter. Ik kocht die PC toen ik 1000 subs of minder had, weet je. Dus het is zeker gewoon chill, maar bijvoorbeeld heet zo'n set wel op PC, kan die gewoon niet rennen. Dat geluid van de koeling, dat klinkt net als een motor, jongen. Echt niet normaal, gewoon tyfus hard. Maar ik denk dat ik mijn PC zo veranderen voor een betere, zodat ik gewoon beter in chille videos kan maken, weet je. Dat zou ik doen. Thanks Levi voor jouw vraag. We zijn bij de volgende vraag aangekomen van Avelli. Avelli, shout out naar jou jongen, je bent fucking vaak bij streams. Super tof. Liever geen armen of geen benen, en dat is voor mij heel simpel. Geen tenen, nee, breng vast. Het is geen benen, want ja, met handen kan je meer doen. Oké, okay, ja, dit was neem. Ja, nee, dat. Nee, ik zou geen arm of ik zou geen benen doen, want oké, met handen, dan kan je nog gamen, dan kan je nog op je PC, dan kan ik nog doen wat ik nu ook doe, behalve een beetje fietsen. Nou, ik denk normale school gaan, want dan moet je, ik weet niet. Nee, ik zie bijna nooit echt iemand in de rolstoel permanent rijden bij ons, dus ik denk dat je naar een speciale school moet dan. Auto rijden wordt natuurlijk kut, lopen voor, weet je, het is denk ik wel echt een gat in je leven, maar op een of andere manier ben je er natuurlijk uiteindelijk wel aan. Maar ik zou liever geen benen willen, want dan kan ik nog doen wat ik hier doe, weet je wel. Jullie zien toch mijn bovenlichaam. En ja, weet je, dat. Ja, het is gewoon heel simpel. We gaan dan naar de volgende vraag. De volgende vraag is van Relax. Relax? Of, oh, hij staat een keer in de stream. Relax of Relax is het? Relax Games. Je ziet het zelf natuurlijk ook even in beeld. Q&A, Dylan, hoe zou jouw game eruit zien of heten als je er een mag maken? En dat is best wel sick. Want ik heb deze vraag nog nooit gehoord, dus super tof. Thanks voor de vraag. En wat, ik zou sowieso een GTA game doen. En ja, wat, hoe zou het heten? Ja, sowieso geen GTA, nog wat. Ja, ik weet het echt niet. Ik weet de naam, dat weet ik niet. Maar ik zou sowieso doen wat GTA nu heeft, race en alles. Alleen dan met echte merken, als dat ooit kan. Want je weet, je beukje schiet er alles kapot. Volgens mij mag dat niet van bedrijven en zo. Dan vinden dat niet chill dat je auto ontploft en zo. Maar stel dat er ooit een mogelijkheid is, zou ik GTA met echte auto's doen, met, zonder mods, gewoon dat het standaard is. Veel meer tune dingen, zodat je auto nog fucking zieker kan maken. En dat je in elk huis, in het hele spel, naar binnen kan. Zodat je bijvoorbeeld echt kan inbreken bij iemand die tv zit te kijken of zo, weet je wel. Zoiets, alleen maar super sick. En ja, ik zou een soort GTA game maken, want ja, dat vind ik persoonlijk echt fucking ziek. Super awesome vraag, Relax of Relax Games. De volgende vraag is van Union Clan, a.k.a. Devlin. Ben je ooit van plan om een vast uploadschema te gaan doen? Hashtag als for real. En een vast uploadschema zit sowieso deze maand er nog niet in. En als deze video online komt, deze week heb ik eigenlijk dagelijks bijna geüpload. En ik heb een soort van, ja, movement in het uploaden en editen en opnemen gekregen. Dat ik vooruit ben gaan werken. Natuurlijk, heel veel YouTubers doen dat. Super slim iets als jij ook in hetzelfde probleem zat als ik. Als jij een paar videos klaar hebt staan en je moet bijvoorbeeld iets aan school doen, je hebt geen tijd, je kan dit niet, je kan dat niet, heb ik een video al ingepland en dan komt die standaard online. En meestal is het gewoon om 3 uur, weet je wel. Dat, als ik inplan, weet je wel. Puur omdat ik dan de scholen waarschijnlijk meestal uit zijn. En dan heb ik gewoon een video online. En dan hoef ik niet als ik uit school kom nog hier zitten opnemen. Dan heb ik gewoon al een video geüpload. En een vast uploadschema. Ik weet het niet zeker. Deze maand gaat het heel chaotisch worden, denk ik, voor mij. Als de zomervakantie er is. En ik ben gewoon blij, weet je wel, dat ik over ben. Dat ik echt hyper heb. En dat ik gewoon video's wil gaan maken. Dan ga ik waarschijnlijk dagelijks uploaden. Ik weet niet zeker of we ergens heen gaan. Maar stel hè, ik heb echt 10 video's in de rij staan om gewoon gelijk te uploaden die helemaal af zijn, thumbnail en alles. Dan kan ik gewoon dagelijks gaan uploaden. Gaan we fucking veel streamen. Daar heb ik super veel zin in. Maar ik weet niet of ik ergens heen ga. Nog op vakantie, weet je. Dan, dat is dan wel weer ruk. Want ja, ik kan niet echt 20 video's uploaden. Om, ja, 20 dagen zou ik ook niet op vakantie. Ja, ik weet het niet. Ik weet het echt niet, jongen. Maar uploadschema deze komende maanden nog niet. En ik probeer het, weet je wel, desnoods om de dag of dagelijks. Zoiets. Dat lijkt me super tof om dat aan te houden.
Dus dat is een soort van mijn uploadschema. Volgende vraag is van Matteo Maroni. Matteo, je bent ook fucking vaak bij de stream. Super awesome, jongen. Nice fit. Hashtag vraag for real. Dit zijn allemaal geniale hashtags. Zullen we het standaard hashtag aanhouden? Laten we hashtag ask for real. Die vond ik wel nice. Dit is vraag for real, weet je wel. Dat is gewoon de Nederlandse vertaling. Maar ask for real, dat is wel geinig. Wat is je lievelingskleur? Dat is best wel moeilijk. Want oké, mijn layout is blauw. Mijn ben is zwart. En mijn stoel is rood. Het is van allemaal kleuren. Maar toch, mijn lievelingskleur is rood. En misschien dacht jullie van, wat rood, hoezo? Maar mijn PC lampjes, hij heeft een beetje lampjes. Die is rood, mijn stoel is rood. Ik heb voor de rest niet echt iets roods. Er ligt daar ergens een bal op de grond. Zo'n IKEA ding is ook rood. Maar rood vind ik gewoon super tof. Ik heb het ook in mijn kroekel is ook rood. Mijn, weet ik veel, wat is nog meer rood hier? Ja, ja. Oh ja, mijn muis is rood. Kijk, wauw. En mijn toetsenbord geeft een rood licht. Dus ja, rood is eigenlijk mijn lievelingskleur. En ja, dat. Dat was het. Thanks voor je vraag, Matteo. Dit waren de 13 vragen. En ik vond het super awesome natuurlijk om weer een keertje een Q&A te doen. Ik vind het sowieso altijd leuk om wat antwoorden op jullie vragen te stellen. Zodat jullie ook wat meer van mij weten. Dus ik vind het super tof. We gaan deze serie zeker aanhouden. En ik wil jou bedanken voor het kijken. Er komt een mooie auto langs. Vergeet niet zeker te liken. Abonneer op mijn kanaal. En dan zeg ik tot bij de volgende video. En laat trouwens ook even een nieuwe vraag achter voor de volgende Q&A. Later mensen.